En we besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 24 september. Tijdens de avond en nacht blijft het overwegend droog. Aan het einde van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen in de ochtend blijft het droog. In de middag en begin van de avond op enkele plaatsen, periode met lichte tot soms matige buien, mogelijk met onweer en windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 24 september de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur. In de middag mogelijk een matige onweersbui met windstoten.